De bedoeling is dat we eigenlijk in een notendop uitleggen wat de betekenis en de mogelijkheden is van momentum accounting. Andere kijk op cijfers. Ons belang is dat wij kennis delen met elkaar. En dat is het belang van Erik, maar dat is ook het belang van de mensen in de zaal. En wij faciliteren. Dat is de enige rol van Conquesto vanavond. Ik ben maar heel ten dele voor een klein beetje bekend met momentum accounting. Dus voor mij is dus ook een mogelijkheid om daar eens kennis mee te maken. Ja, ik heb er jaren geleden al iets over gelezen, maar verder eigenlijk nog nooit verder in verdiept. Wel altijd weer het tijdschrift lopen zoeken waar ik dat in gelezen heb. Dus ja, dit was gewoon de kans om er een keertje echt dieper op in te gaan. En dus vandaar dat ik hier gekomen ben. Ik hoop dat ik het kan gaan toepassen in de praktijk. Ik hoop zeg maar een beetje praktische handvaten, handgrepen te krijgen. Waarvan je zegt van ja, daar kan ik iets mee, daar doe ik iets mee en daar ga ik mee aan de slag. Ik verwacht een inspirerende Erik. En dat gaat wel goed komen. En ik hoop, en dat verwacht ik ook wel, het is een beetje afhankelijk of de zaal loskomt, maar dat er veel interactie is. De bedoeling is inderdaad vanavond om een interactieve, zo niet dynamische sessie te houden. Ik ga jullie echt anderhalf uur flink beetpakken. Het is een masterclass, dus dat betekent dat we op niveau gaan draaien. Ik bespreek in elk geval onderwerpen waarvan ik aanneem dat de meesten van jullie er weinig over hebben gehoord, maar er wel nieuwsgierig naar zijn. Dus ik heb heel wat in mijn mandje om uit te delen. Het is altijd leuk natuurlijk om als je een presentatie geeft het publiek te betrekken bij wat er aan de gang is. Dus we werken op Nijenrode met een nieuw systeem, SMS to Vote, waarbij je gewoon met je mobiele telefoon en een sms'je kunt sturen met de antwoord op een vraag. Dat wordt onmiddellijk verwerkt op een server, ergens anders. En via internet krijg ik die informatie terug en kan je op de presentatiegrafiek laten zien hoe het publiek denkt over een bepaald onderwerp. En dan heb je heel interactief, heel real-time, veel contact met de mensen, iedereen is in beweging. En het belangrijkste van alles hierbij is, ze mogen hun mobiele telefoon aanhouden. Ik laat u een case study doen. Een hele vreemde case study met een hele makkelijke vraag en tegelijkertijd de vraag die meestal veel discussie opwerpt. U kijkt naar een tabel met 7 vliegtuigmaatschappijen en hun omzetcijfers gemeten in gevlogen kilometers per passagier in 3 jaren, 1982, 1983 en 1984. Wie heeft hier de beste performance? Maar ik probeer duidelijk te maken aan een heel eenvoudig voorbeeld met maar 3 kolommen en 7 rijen. Hoeveel informatie je kunt halen uit zo'n kleine tabel. Met een simpele vraag blijkt het antwoord toch heel genuanceerd te zijn. Als je kijkt naar rangorde, als je kijkt naar verschillen of als je kijkt naar groei, naar de kengetallen van de ontwikkeling. En dan geef je met soms hele wisselende antwoorden op dezelfde vraag, namelijk wie heeft hier de beste performance? Nou, dat is interessant. Pan Am, wie heeft voor Pan Am gekozen? Ze sprongen van 1500 naar 1800. Dus ik heb gewoon het begin en de eindpunten zat een behoorlijk gat. Oké. Okay. Prachtig. Nou, dat vind ik een fantastisch oordeel hier. Hoog aandeel. En ook nog groei. Groei. Oké, okay, nou, we gaan en al echt over grote praten. Partij, dus... grote partij. Marktaandeel. Marktaandeel, kijk. Een kwart van de zaal, dus minstens 12 personen, vindt KLM de beste. Ja, ik dacht eerst ook TWA. En toen keek ik iets meer naar de cijfers, zag dat KLM een nog iets grotere groeier was dan TWA. Okay. Dus uiteindelijk KLM. De belangrijkste boodschap die ik vanavond wil uitleggen aan mensen is dat met de huidige cijfers die ze vandaag al in hun computer hebben zitten, ze toch ook nog andere informatie zichtbaar kunnen maken die nuttig is voor besluitvorming. We willen graag weten, is een onderneming stabiel of is er juist sprake van een neerwaartse ontwikkeling of een ontwikkeling die juist heel positief is. Wat is hier de bottom line van het verhaal? De bottom line is natuurlijk dat als je gaat analyseren, dat er verschillende wegen zijn die je kunt bewandelen en die zullen leiden tot verschillende inzichten. Dus ik probeer zelf altijd een zo open mogelijke kijk te houden op cijfers, van alle kanten te besnuffelen, voordat ik mijn conclusies trek. En dan praat Ihiri over winstkrachten en kostkrachten. En als die in evenwicht zijn, dan blijft het eigen vermogen gelijk. Zijn de kostkrachten natuurlijk groter, ja, dan gaat het eigen vermogen verder dalen. Daar had de DSB natuurlijk ook last van. En als de winstkrachten groter zijn dan de kostkrachten, dan groeit het eigen vermogen. Ja, mensen zijn natuurlijk gewend om te werken met de balans en de verlies- en winstrekening. Wat momentum accounting daaraan toevoegt, is een perspectief in de tijd gezien. En dan heb ik dus de force-meting van de balans en ik heb de force-meting van operationeel inkomen. En daarmee ga ik aan de slag. Ik begin met voorraad,
om te komen tot stroomsnelheid per kwartaal. En ik kan dan de snelheidsverandering gaan berekenen en gaan gebruiken voor mijn modellen. En vervolgens ga ik dan weer terugrekenen. Ik simuleer dan terug naar een momentummeting, maar dan van het eigen vermogen. Hoe moeilijk of makkelijk is het om deze theorie te gebruiken morgen in je eigen bedrijf? Nou, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk moeilijk. Het is een nieuw idee, dus daar moet je natuurlijk even aan wennen. Aan de andere kant is het ook heel eenvoudig. Je kan met een simpel spreadsheet en met je huidige balanscijfers al momentumratio's uitrekenen. In die zin is het makkelijk. Ja, maar goed, het is wel nieuw, dus je moet ermee leren omgaan. En ja, wij helpen graag als Nijenrode natuurlijk om mensen daarmee te leren werken. Het pakt met mij dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Los van alle statistische technieken die dan gebruikt werden om de voorspelbaarheid te kunnen bewijzen. Dat het eigenlijk zo eenvoudig is met alles wat al beschikbaar is. Ja. Praktijkmensen zoals ik moeten gewoon regelmatig maar weer eens terug naar de mensen van de wetenschap en het onderzoek. En kijken wat ze allemaal hebben uitgevonden, want in de praktijk kom je daar eigenlijk nauwelijks toe. Dus in die zin is een wisselwerking tussen praktijk en theorie zeker van nut. Ik wil zeker het boek lezen en dan kijken of ik het kan toepassen. En uiteraard als interimmer of het wordt toegelaten dat je het toepast. Maar ik vond het zeer interessant. Er waren, ik denk, 75 mensen. En dat is voor een onderwerp als dit, is dat echt super.